Ik sta op de Grote Markt bij het Spaarne-concert. En hier wordt zometeen de nieuwe verlichting gepresenteerd van de Sint-Bavo vanwege het 500-jarig bestaan van de kerk. Als je vroeger op de Grote Markt stond en je keek rond in de avond, dan zag je een verlicht stadhuis, een verlichte vleeshal, verlichte etalages, verlichte terrassen. En de Bavo viel op omdat hij niet verlicht was. Het was donker. Een donker gat met hoog daarboven een zwevende, geel verlichte toren. En wij vonden dat dat veel beter kon. Wij vonden dat je dat met verlichting, met moderne verlichting, met moderne inzichten, de architectuur kunt benadrukken. Burgemeester Wiene, de nieuwe verlichting van de Sint-Bavo is zojuist gepresenteerd. Wat vond u ervan? Wat vindt u ervan? Ja, ik vind het echt prachtig. Ik was wel een beetje bang. Ik denk van, die kerk is zo mooi. Ze gaan hem toch wel, het moet er wel op een mooie manier uitkomen. Maar ik vind het echt heel bijzonder. Die kerk is 650 jaar geleden zijn ze begonnen te bouwen. 500 jaar geleden is die klaargekomen. En nu kun je ook 's avonds en 's nachts genieten van een werkelijk schitterend gebouw. Wat op een hele mooie manier is uitgelicht. En ook van binnen wordt hij heel mooi verlicht. U was daar ook bij. Hoe vond u dat? Ja, ook fantastisch. Je kan allerlei extra accenten door die verlichting brengen. En het geeft nog weer een extra dimensie aan een schitterend gebouw. Ik vind het mooi. Eerst was het natuurlijk alleen nog zonder die toren. Dus toen kwam eigenlijk het licht tevoorschijn waar ik nooit eerder op had gelet. Want ik ging ervan uit dat het vanzelfsprekend is, toch? Je let daar niet echt snel op. En toen kwam die toren, het mooie witte. Ik vond het nice, toch? Ja, ik vind het echt prachtig. Echt chic. Maar ook gewoon, het was wel mooi inderdaad, maar toen die toren verlicht werd, toen was het echt gewoon prachtig gewoon. Je ziet die gouden of brons, ik weet niet precies wat het is, maar het lijkt gewoon een zilver met een prachtige toren gewoon. Ja. Magisch moment. Magisch moment in onze eigen stad, geweldig. Het is nu met meer dan 370 armen, het is nu de kerk aangelicht, lokaal, ter plaatse, computer gestuurd, LED-verlichting, niet brandgevaarlijk. Ik denk dat de historische binnenstad hiervan enorm is opgeknapt, aantrekkelijker is geworden. Ik denk dat het goed is voor het aantal bezoekers wat Haarlem mag verwachten. Het zal goed zijn voor de horeca en ik denk dat de Haarlemmers zelf ook enorm zullen genieten van deze prachtige, prachtige kerk. Het is het icoon van Haarlem, het is de trots van Haarlem.